vanuit ChristenUnie wil ik echt het geluid van de ondernemers beter en meer in de raad krijgen. Van waar loopt de ondernemer tegenaan in het ondernemen in Gouda? En dat gaat niet alleen over binnenstadondernemers, dat gaat ook over de ondernemers op onze bedrijventerreinen. In welke processen zitten zij en waar loopt het daarin vast? Ik wil graag de politiek in om ook jongeren een stem te geven. Ik merk dat heel veel van mijn generatiegenoten denken van ja, weet je, het moet anders ook als je naar het klimaat kijkt. En de politiek luistert toch niet naar mij. En ik denk van ja, weet je, ik wil wel dat de politiek naar me luistert. Hoe kan ik dat doen? Door de politiek in te gaan. Graag wil ik mij gaan inzetten voor de toegang tot sportieve en culturele activiteiten voor kinderen. En uiteraard ook voor volwassenen, laagdrempelig, middels een sportfonds bijvoorbeeld. Want voor iedereen is het belangrijk om te kunnen ontspannen en gezond en fit te kunnen zijn. Ik ben opa. Nou, mijn kinderen en kleinkinderen wonen ook in Gouda. En zeker als je hier in dit gebouw zit met die fantastische ramen. Ik wil Gouda ook doorgeven aan de volgende generaties. Dus ervoor zorgen dat Gouda een fantastische stad blijft. Niet alleen hier, maar helemaal. Ik vind het belangrijk dat we ook sociale huurwoningen bouwen en betaalbare koophuizen. En dat we juist voor starters op de woningmarkt bouwen en voor ouderen. En dat we juist doelgroepen die niet zo snel een huis vinden, dat we daarvoor bouwen. Als je als ouder wat nodig hebt voor je kind, omdat hij gehandicapt is of omdat er zorgen zijn, dan kom je bij de gemeente terecht. Mijn ervaring is dat dat lastig is. En daar wil ik wat betekenen. Ik wil echt naar de mensen kijken en kijken of het voor iedereen de kansen gelijk zijn om de juiste zorg te krijgen. De onrechtvaardigheid is voor mij sowieso natuurlijk wel een thema. Ook vanuit mijn werk als advocaat strijd ik soms juist ook tegen die overheid. En ik vind het dan vanuit de politiek heel mooi om te kijken hoe kunnen we nou zorgen dat we als overheid inderdaad de goede dingen doen.